Hey allemaal, welkom terug bij Motorvlog NL. We gaan vandaag verder met het demonteren van de voorpoten van onze Honda ST1100. En als die eruit zijn, dan gaan we verder met het verwijderen van het stuur en alle toebehoren. En uiteindelijk de kroonplaten en het balhoofdlager. Dus laten we snel verder gaan. Het volgende klusje wat we nu gaan doen is de poten verwijderen. En dat doen we door deze vier bouten of inbussen los te draaien. En dan hierboven zitten ook nog twee inbussen. Dan heb ik ze net al een beetje losgedraaid, want de dingen zitten altijd verschrikkelijk vast. Zelfs als je ze los hebt gedraaid. En deze. Ik ga deze nog even losmaken om die kabel vrij te maken. Maar dat is gewoon een kruiskopje. Zo. En zodra ik deze losmaak, dan kan ik deze voorpoot eruit halen. En met dat bakje haal ik het net niet. En je ziet, dat komt ook al los. Oh. Daar zijn. En dat is nummer 2. Deze twee vorkpoten gaan zo meteen op mijn andere motor, zodat het daar weer gewoon veilig mee kan rijden. En voor deze motor moesten ze er toch al een keer af, dus dat is bij deze gedaan. Allereerst gaan we de banjo-bout van de koppeling losmaken. Dat is 12 mm. Hij stond de verkeerde kant op. De koppelingsleiding loopt vanaf hier helemaal door naar boven naar het stuur. Hierachter zit een beugeltje waar die vast zit. En zo'nzelfde beugel vind je hier. Die kan je met een schroevendraaier gewoon opzij duwen. En dan kan je die eruit halen. Nu moeten we alleen het reservoir aan het stuur losmaken. Het koppelingsreservoir op het stuur zit vast met twee boutjes. Normaal zijn dat twee boutjes. Een 8 mm boutje. Alleen bij mij zit hier aan de onderkant een inbus. Dus daar gaan we gewoon netjes een 8 mm in zetten met de tijd. Maar deze gaan we losmaken. Dan zitten hier achterop zitten er nog twee stekkertjes.
Die halen we ook meteen los. Dat zijn deze twee stekkertjes, die zitten hier aan de onderkant achter. En als dat allemaal los is, dan gaan we de kabel naar boven doorvoeren en dan is de hele koppeling verwijderd van de motor. Even het inbusje losmaken. Die komt er vanaf. Die zetten we meteen weer even terug. En zo is het koppelingsreservoir losgekoppeld van het stuur. Dan kunnen we de hele leiding naar boven door gaan trekken. Dat is één. Deze beugels had ik al losgemaakt. Dus dat is nummer twee. Onderkant achter het frame langs. Hier zit hij achter het frame langs. Dan komt hij naar voren en dan komt hij door deze beugel in naar het stuur. En dat is de koppeling. Althans, de koppelingshendel. Voordat we verder gaan om het stuur los te gaan halen, gaan we eerst nog hetzelfde dat we net met de koppeling hebben gedaan, met de rem doen. De remhendel zit hierboven aan het stuur, loopt naar beneden, zit hier nog vast aan het frame voordat hij naar de remklauwen loopt. Dus die gaan we nog even losdraaien. Ook die gaan we verwijderen op dezelfde manier als wat we net met de koppeling hebben gedaan. En daarna gaan we kijken welke kabels er nog vastzitten, die aan het frame vastzitten ergens. En als we die los hebben gehaald, gaan we het stuur verwijderen. Ook dit is een 8 mm. Voor dat boutje er doorgaat. Ook deze is los. En dan gaan we nu aan het stuur losmaken. Ook hier bij het stuur. 2 8 boutjes en hier zitten inderdaad wel 2 boutjes. Er zit hier nog een stekkertje aan de achterkant. Ook 2 stekkertjes. Net zoals bij de koppeling. Die hebben we los. En als we deze 2 boutjes los hebben gemaakt, dan kunnen we de hele remkabel kunnen we verwijderen. Die leggen we even opzij. En dan gaan we de hele remkabel, remleiding, gaan we naar boven halen. En bij het naar boven halen van de remleiding lopen we meteen tegen een probleem aan. Dit gaat nooit hier tussendoor passen. Dus die moeten we ook even losmaken. Twee 10 mm boutjes en ook dit beugeltje is weg. Bij het loshalen van het stuur heb je natuurlijk nog wat kabels lopen. En de kabel
Deze, die loopt hier tussendoor tussen het blok en het frame. Dus die halen we naar voren toe. Dan hebben we nog deze twee kabels. Dat zijn de gaskabels. Die lopen normaal gesproken naar de carburateur toe. Dus die halen we ook naar voren toe. Die zitten ook nergens meer tussen. Dezelfde kant gaan we de andere kant doen. De showkabel en de stekker van de verlichting. Ik zie geen kabels meer die door het frame heen lopen of ergens vast aan kunnen zitten. Dus we kunnen gaan beginnen met het verwijderen van het stuur. De volgende klus is het stuur loshalen. Dat is één geheel. Alles hadden we al los. Dat zijn deze vier bouten. Dat is 12 mm. Dus die gaan we losdraaien. En nummer 4. We hebben 4 bouten en 2 stuurhelfthouders. Die leggen we even opzij. En dan kunnen we nu het stuur eruit pakken. Het volgende wat we gaan doen, dat is de stuurstam verwijderen. Nou staat dit al niet helemaal meer zoals het hoort. Dat komt omdat ik al bezig ben geweest om het los te krijgen. Deze moer hier bovenop. Ik zal hem even inzoomen. Deze moer. Die moet je losdraaien. Bij mij zit die zo ontzettend vast. Dat ik hem echt met bruut geweld. En de momentsleutel heb moeten losdraaien. Waardoor dit gedeelte helemaal verdraaid is. Maar hij is los. Dus... die kunnen we nu eraf halen. Nou hoop ik niet dat ik wat gesloopt heb aan de binnenkant. Dat is deze moer en daar zit deze wasje onder. We kunnen nu zo. Ik pak even een handschoentje erbij. Zou het eraf moeten kunnen komen. En dan is de bovenste kroonplaat ook weer verwijderd. Ik hoop dat de camera blijft staan. Het eerstvolgende wat we nu gaan doen is, ik hou even wat vel weg. Er zit hier een tapje, zeg maar. Die moet je terugbuigen met een schroevendraaier. Doe dat heel voorzichtig. Hoep. Zorg dat de camera er niet vandoor gaat. Die moet je wegbuigen. Want deze moeten we zo los gaan maken. Nou heb ik hier geen tool voor om dat te doen. Maar met een schroevendraaier en een beetje beleid schijnt het ook te kunnen. En tegelijkertijd zie ik dat er hier nog eentje zit, maar die zit dan aan de onderkant. Dus ook die gaan we even naar boven halen. Ik ga meteen even kijken of ik nog meer gemist heb. Ja, ik heb er nog meer gemist. Er zitten er dus meerdere. Dit is de tweede die naar boven wijst.
Hier heb ik er nog eentje die ook naar onderen wijst. En dat zijn ze. Dus er zijn er twee. Die hebben een tapje naar boven. Twee met een tapje naar beneden. Nou, dat ging redelijk makkelijk. Dat is één. En die tapjes die zitten dan hier tussen. En dat zijn deze tapjes. Die zitten hieronder dus. Bovenop gaat die. Daaronder gaat deze. En die tapjes die komen er dan zo in te vallen. Als het goed is zou ik nu deze los moeten kunnen draaien. Ja, dat klopt. En tegelijkertijd ondersteun ik aan de onderkant de houders van de veerpoten, want nadat deze is verwijderd, krijg je nog een ring die eraf kan pakken. En ik leg het voor mezelf even meteen in de juiste volgorde. En dat is het balhoofdlager. Die kwam er heel makkelijk uit. En ik kan me niet voorstellen dat dat hoort. Dat is het onderste balhoofdlager. En deze twee gaan we allebei vervangen. Nou is het wel grappig, want dit is het balhoofdlager wat er net uitkwam. En dat zie je, dat is een taps toelopende. Nou had ik al balhoofdlagers besteld. En dat zijn die van Tourmax. En die lopen niet taps toe. En ik heb zo'n vermoeden dat dat ook de reden is dat deze er wat makkelijker uitkwam als dat normaal gesproken deze eruit zou moeten komen. Dus ik ben er nog niet over uit of ik deze ga gebruiken of dat ik dergelijke weer terug ga zetten. Het enige wat nu nog rest aan het balhoofd, dat zijn deze twee ringen. Hier aan de bovenkant en hier aan de onderkant. Er zit een ring in. Die moeten er nog uit. Waren dat niet dat ik dus op dit moment even niks voor handen heb wat lang genoeg is om die eruit te kunnen tikken. En ik heb er ook geen speciaal gereedschap voor. Dus die laat ik eventjes zitten. Maar die ga ik er nog wel uithalen voordat ik aan het frame ga werken. Maar die moeten er nog uit. En die moeten ook vervangen worden. Zo, dat was het weer voor vandaag. We hebben de voorkant van de motor verwijderd en het volgende klusje wat we hierna moeten gaan doen, en dat wordt in de volgende video, dat is om te beginnen met het verwijderen van het kardan, het kardanhuis. Daarvoor moeten we de achterrem, het achterwiel en het kardanhuis gaan verwijderen. Dus dat wordt de volgende video. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. En als je nog niet hebt geabonneerd, zou ik het heel tof vinden. Hey, dankjewel. Laters. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we. Know that the ride or die. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Know that the ride or die.